een gerechtelijk besluit gevallen rond een hele hoop herten rond het Amsterdamse waterleidingbedrijf. Ja. Die mogen allemaal afgeschoten gaan worden. Dat is eigenlijk een beetje het argument van ja, het gaat om de biodiversiteit. Ja, kan zo'n uitspraak straks ook consequenties hebben voor de herten en de zwijntjes op de Veluwe? Ja, eigenlijk niet, want hier wordt, niet mijn idee, al jaarlijks bij de zwijnen worden elk jaar, afgelopen jaar zijn er 3700 zwijnen geschoten, leg ze achter elkaar, moet je zien wat een verhaal. Dus dat gebeurt hier altijd al, wat ze daar nooit gedaan hebben bij de Amsterdamse waterleidingduinen, schitterend gebied, ja, hebben ze nooit beheerd. Ik vind het prima, het kan ook met zoveel dieren. En het kan op de Veluwe ook zonder te schieten. Maar de macht van het schieten, de provincie is zo sterk, de lobby van de jacht is zo groot, dat de mensen die de jacht niet willen, ja, niet in het stuk voorkomen. Ja. Het wordt nu gehamerd op biodiversiteit, maar hoe zit het op de Veluwe dan? Is dat ook een van de argumenten geweest om te schieten? Ja, nee, de biodiversiteit telt op de Veluwe niet zo heel erg. De Veluwe heeft een hele flauwe diversiteit. Als je een boekje zou schrijven over de diversiteit in de duinen, bij wijze van spreken, staan meer plantensoorten dan op de Veluwe. Maar op het delen woud waar niet geschoten wordt, sinds 2002 op de damhek, de edelhek dan niet meer en een jaar of 4 op de zwijn niet meer, daar zie je wel de biodiversiteit wel veranderen. Daar zie je de kleine boompjes, die krijgen weinig kans, dus dan verandert de biodiversiteit. En dan zie je ook aan het einde van de winter nu, zie je ook veel fraat aan bomen, dat de herten toch honger krijgen en dat ze toch aan bomen gaan eten. Ik ga altijd nu speciaal kijken, om te kijken, eten ze al van het groen of eten ze nog aan de bomen, aan de struiken. Het is heel mooi om dat te zien. Dus ja, het kan allemaal, maar ja, nogmaals, ja, schieten bij de Amsterdamse waterleidingduinen, dat doen ze ook met de vossen daar, die eten bijna uit je hand gewoon, zodat ze niet geschoten worden. Geen angst. En schieten op de Veluwe, allemaal onzin, er zijn andere oplossingen. En die worden niet gebruikt. Dat vinden wij als Partij voor Dieren heel jammer. Eén oplossing die volgens jou beter werkt? Eén oplossing die? Wel goed zou werken, zonder te schieten. Zonder te schieten is, ja, dat is gewoon ze niet extra voeren. Een ander iets van het product natuur maken. Dat je gewoon zorgt dat het een product is, dat je de Veluwe, dat een product van de Veluwe. De mensen zien. Ik denk dat 95% van de mensen, of 98% van de Veluwe komt, die zien helemaal geen wild. Dat moet je zien, daar trek je economie op aan. Als je daar al over na gaat denken en de Veluwe daar echt op inricht en je brengt de maximale snelheid, hè, als je nou 3 minuten eerder in Uddel bent, of van Uddel in Apeldoorn, noem maar op. Gewoon die maximale snelheid naar beneden, dus ook geen klachten meer over doodgereden dieren. He? En bredere bermen, he? Dat daar en betonblokken in de bermen, dat daar niet die varkens meer in het najaar gaan eten. Er zijn tientallen maatregelen te verzinnen om daarmee mee bezig te gaan. Dus schieten onnodig, alleen in grote excessen als de bevolking, de gezondheid, de bevolking gezondheid en misschien ja, is een enkel excesje, maar dat is echt in het uiterste geval en dan alleen door professionals en niet door goedwillende jagers die in hun vrije tijd doen. Weg ermee.